Ik ben Rosanne. Ik studeer bestuurskunde in Tilburg en op dit moment loop ik stage bij de gemeente Bernezen. Ik heb voor mijn stage gekozen om een onderzoekstage te doen. Je kunt ook kiezen om een meeloopstage te doen. Ik doe onderzoek naar hoe de gemeente meer gebruik kan maken van zelfsturing. Dat houdt in dat de verantwoordelijkheid meer bij de werknemer zelf komt te liggen. En dat ze binnen een team ook proberen elkaar te begeleiden en te ondersteunen. En ook inzichten van prestatiemanagement gebruik ik daarbij, want die kunnen daarbij ook van pas komen. De bachelor bestuurskunde kent een verplichte stageperiode. Het is heel belangrijk dat je daar zelf het voortouw in neemt. Dus je moet zelf op zoek gaan naar een stage. Je kunt rondkijken in je eigen netwerk, maar je kunt daarvoor ook zeker het netwerk van docenten of van gastdocenten gebruiken. Want die kunnen je daar ook bij helpen. Op het moment woon ik in Tilburg, maar ik heb vroeger altijd in de gemeente Bernezen gewoond. Dus het leek me heel leuk om hier stage te lopen. Ik heb een brief geschreven. Even later mocht ik op gesprek komen. En de opdracht sloot eigenlijk precies aan bij mijn studie. Bij de studie bestuurskunde krijg je de kans om praktijkervaring op te doen. Dat is niet bij veel universitaire studies het geval, maar het heeft wel echt een toegevoegde waarde. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn netwerk vergroot, maar zag ik ook echt dingen uit het boek terug in de praktijk. Ik denk dat het ook voor toekomstige werkgevers heel wenselijk is als je al praktijkervaring hebt opgedaan. En daarnaast is het natuurlijk ook fijn voor jezelf om te kijken, wat vind ik nou leuk? Wil ik liever bij een gemeente gaan werken later of is het bedrijfsleven meer iets voor mij? Door het lopen van een stage kom je erachter. Toen ik hier voor het eerst binnenkwam, wist ik nog niet zeker of ik later ook bij de overheid wilde gaan werken. Maar dat beeld is wel veranderd en ik zie mezelf hier later wel rondlopen.